Wat doe ik verkeerd, Brett? Zorg dat je goed die taak pakt, dat je handen lekker naar voren zwaait. Yeah! Hey, Stevia. Wil je iets proeven? Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Mr. Stevia. Ik ben vandaag nergens anders dan bij CrossJumps Gymnastics. Hey. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga een leuke vlog voor jullie opnemen. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en druk op dat belletje. Dan mis je niks. Veel kijkplezier. Zoals jullie weten ben ik dus bij CrossJumps en ga ik een nieuw trucje trainen. Ik vraag me af of ik de zak kan. Ik kan ondertussen al een heleboel trucjes, maar ik vraag me dus af, kan ik de zak? Ik wil weten van jullie, wat denken jullie? Laat het in de reacties weten, kan Mr. Stevia de zak? Ik laat eerst even zien wat de zak daadwerkelijk is. Robin laat aan mij zien wat de zak is. Lekker! Een zak is dus dat je op je buik landt en dan een voorover salto en dan landen op je voeten. Big Boss, yeah, Jochen. Mr. Stevia. Ik ben weer bij CrossJumps. Jo. Denk je dat ik de zak zou kunnen? Nee. Nee? Nee? Nee. Nou, oké. Okay. Big Boss zegt nee. Ik ben benieuwd. Dico, ja. Denk jij dat ik de zak op de trampoline kan leren? Ja, ik denk het wel, zeker. Jij denkt het wel? Oké. Okay. Jochen denkt van niet. Dico denkt van wel. Laat in de comments weten wat jullie denken. En ik ga aan de slag met de training. Wat denk jij, Stefano? Kan ik de zak trainen? Ja? Ja, makkelijk. Oké, de zak dus. Kai heeft mij een step gegeven vanuit mijn knieën een handstand te doen. En dan op mijn buik te landen en dan proberen koprol voorover te doen. Let's do it! Omdat ik nog moeite had met de handstand te oefenen, had ik de volgende keer dat ik ging springen aan Jochen gevraagd of hij mij de handstand wilde leren. Als je op je handen staat, moet je hoofd tussen je handen. Maar als je op je hoofd gaat staan, dan moet je in een driehoek. Dus hier zijn mijn handen, hier zijn mijn hoofd. Zie je dat? Bij een handstand zit je zo. Nu zet je af. En je gaat op je hoofd staan. Kijk niet. Je moet wel op kijken, daar ga jij. Jij zet nou je hoofd te ver af, dan doe je een kop omhoog. Zet hem meteen aan. Hier dan? Oh, ja. Nou kijk je die kant op, anders doe je eerst alleen dit. Zie je dat? Ja. En met deze kan ik steunen. Oké. Doe dat eens. Is het makkelijk van? Ja, veel makkelijker. Weet je wel, het zijn allemaal stapjes. Ja. Wacht, niet gelijk op je hoofd gaan staan, gewoon een beetje afzetten. Oh. 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 Je gaat al te ver, vriend. Nee, ik ga. Je wil al gelijk op je hoofd gaan staan, maar wat zei ik? Probeer alleen dit te doen. Sorry, dat maakt niet uit. Kijk, iets voor hup. Ja. Oké.
Zoals jullie weten ben ik de Zek aan het trainen. Ik heb net de handstand geoefend. Ik dacht, toen Kai mij eerst vertelde dat ik de handstand moest doen, deed ik echt heel ver mijn handen en dan de benen. En dat was echt heel moeilijk om de handstand te doen. Ik dacht, ga eens kijken als het zich erbij. Zo, we zijn ondertussen een paar dagen verder dat ik de Zek heb geland op de trampoline met Matje. En ik ga vandaag verder trainen met Matje totdat ik totale controle over de Zek heb en dan durf ik hem zonder Matje te doen. Maar ik denk de eerste komende keer dat het met Matje zal zijn. Ik ben benieuwd. Mr. Stevia, trampoline springen kan ook wel eens fout gaan. Ja. En ik had je al een beetje gewaarschuwd voor deze trick. Ja. Dus hij heeft hem een keer gedaan. Dus het minder nieuwtje is, we gaan deze even niet meer doen. Maar het leuke nieuwtje is, Stevia gaat een hele vette, mooie, coole, nieuwe trick proberen. Maar dat zien jullie in die andere vlogs. Dus abonneren, liken, volg Mr. Stevia even. Want die nieuwe tricks worden echt wel weer knallers. Of niet? Zeker te weten. Later!